Zie je! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe XIA-aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over vrede. Hey, zie ik je denken, daar ging het vorige week toch ook over? Dat klopt. Toen ging het over vrede tussen mensen. Dat ze van zwaarden en speren, dat ze dan gereedschappen gingen maken. Maar nu gaat Jesaja, weet je wel, die profeet waar we het vorige week ook over hadden, die Jesaja, die heeft het over de vredekoning. En die vredekoning wil niet alleen vrede tussen mensen, maar tussen alles op de wereld. Ook de dieren. Het is een echte vredekoning. En nou zat ik te denken, het gaat dus over vrede tussen mensen, maar ook tussen dieren. En dan zat ik te denken aan het volgende spelletje. Jullie mogen zo meteen heel goed nadenken. Ik noem steeds twee dieren. En jullie moeten bepalen of die dieren vrienden van elkaar zijn. Hè, dat ze bij elkaar kunnen leven in deze wereld. Of dat ze geen vrienden van elkaar zijn, maar vijanden. Dat ze elkaar misschien zelfs wel opeten. Dat gaan jullie bepalen. Okay, dus als die twee dieren nu met elkaar kunnen leven. Dan doe je, dit zijn de twee dieren, het ene dier en het andere dier. Dan doe je ze bij elkaar. Stel je nou voor dat je denkt, oh nee, als die dieren bij elkaar komen, dan eten ze elkaar op. Dan doe je die dieren ver uit elkaar. Dus je handen ook ver uit elkaar. Ja? Dus of bij elkaar, dan zijn het vrienden, dan kunnen ze samenleven. Of ver uit elkaar, dan kunnen ze niet samenleven. Oké, komen ze. De eerste twee dieren die ik noem. Dat zijn de giraf en de zebra. Wat denken jullie? De giraf en de zebra. Kunnen die bij elkaar? Dan doe je je handen bij elkaar. Denk je nee, die doen elkaar kwaad als ze bij elkaar in de buurt komen. Dan doe je je handen uit elkaar. Laat me zien. En ja, de meesten hebben dat inderdaad goed. Bij elkaar, hè. Een giraf en een zebra, die kunnen best vlak bij elkaar lopen. Zonder elkaar iets te doen. Heel goed, heel goed. Nou komt de volgende. Een wolf en een schaap. Ja, ik zie het al heel goed. Ja, natuurlijk. Ja, een wolf en een schaap, hè, of een lammetje, die kunnen echt niet bij elkaar. De wolf, die eet het schaap op. Ja, heel goed. Oké, ze worden wel steeds moeilijker hoor. Let op, de volgende. Een guppy. Kijk, hier zie je het plaatje. Of een goudvis. Dus een guppy en een goudvis. Kunnen die bij elkaar of niet? Wat denk jij? En het antwoord is... Nee, die kunnen niet bij elkaar. Gekke, zelfs vissen... Die kunnen elkaar kwaad doen. Ja, nee, echt een guppy en een goudvis bij elkaar, dat gaat niet goed. Nee. De volgende. Een koe en een schaap. Wat denk je? Een koe en een schaap. Ja, ik zie de meesten het al doen. Heel goed. Ja, een koe en een schaap, die kunnen best samen. Die laten elkaar wel met rust. Heel goed. Ja, goed zo. De volgende. Een krokodil. En een vogel. Een speciale vogel. Ik heb een mooi vogeltje uitgekozen. De Egyptische plevier. Wat denk je? Ja, en het antwoord is... Ja, had je niet gedacht, hè? Ja, moet je maar eens kijken naar het volgende plaatje. Wat die Egyptische plevier bij die krokodil doet.
Die zit gewoon in zijn bek. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, die Egyptische plevier die helpt die krokodil. Maar dat is wel heel bijzonder in deze wereld. Dat dat kan. Zulke twee verschillende dieren bij elkaar. Komt de volgende. Een das. En een coyote. Dat is een soort hond. Een soort wolf. Kunnen die bij elkaar? En ja, ik zie ook dat er heel verschillend over wordt gedacht. Maar ja, het zijn allebei roofdieren. Maar deze kunnen bij elkaar. Ze helpen elkaar soms zelfs bij een jacht. Ook heel bijzonder. Moet je maar eens opzoeken op internet of zo. Ja, die kunnen bij elkaar. Had ik ook niet verwacht hoor. Oké, komt de volgende. Een beer en een koe. Wat denk je? Ja, de meesten hebben het goed, inderdaad. Die kunnen absoluut niet bij elkaar. Een beer en een koe. Nee, een beer valt echt een koe aan. Nee, dat kan niet. Oké, de volgende. Een wolf en een raaf. Een wolf en een raaf. Ja, en ik zie ook dat er hier ook heel verschillend over wordt gedacht. Maar een wolf en een raaf, die kunnen wel samen. Ja, het blijkt zelfs, heb ik op internet opgezocht, dat het wel eens is dat een raaf een wolf wijst waar die iets te eten kan vinden. Ja, ook zo bijzonder. Een wolf en een raaf kunnen wel samen. Komt de volgende. Een python. Dat is een hele grote slang. Die kan geweldig grote dieren opeten. En een krokodil. Kunnen die met elkaar leven? Samen of niet? En het antwoord is... Nee. Er zijn zelfs foto's van een python die een krokodil opeet. Echt waar? Ja, moet je maar eens opzoeken. Oké, die kunnen niet met elkaar. De laatste. Een leeuw met een kalf. Een babykoe. Ja. Natuurlijk, die kunnen niet met elkaar. Nee, de leeuw zal het kalfje opeten. Nou, weet je, we hebben nu heel veel over dieren gehad. We hebben de gast van de week. Die weet ook een heleboel over dieren. Misschien kennen jullie haar wel, maar ik weet het niet zeker. Weet je wat? Kijk maar even mee. Hallo kinderen, ik zal me even voorstellen. Ik ben Truus Vonk, het zusje van Freek Vonk. En ik ben dol op dieren. En sst, ik ben vooral dol op vogels en ik ben op zoek naar vogels. Prachtige vogels die zo vliegen. Oh, laat maar zien. Kijk eens even. Daar zie je een prachtig vogeltje met mooie kleuren. Oh, kijk eens. Willen jullie even meekijken, kinderen? Kijk maar even mee. Oh, en die vogeltjes zijn zo schattig. Ze flatteren en dan gaan ze in de lente om hun uitjes leggen. Zo geweldig. Oh.
Ja, dat is ook niet leuk om te zien, zoiets. Ja, dieren kunnen nu nog niet met elkaar in vrede leven. Mensen ook niet. Maar ooit zal dat anders zijn. En weet je, Suzanne, die gaat daar iets over vertellen. Over wat de profeet Jesaja daarover heeft gezegd. Luister je mee? Jesaja 11. Er komt een koning die vrede brengt. Zoals uit een oude omgehakte boom en nieuwe takken groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. Zo begint Jesaja 11. Nou, je moest eens weten, hè? Vroeger hadden al die families van Israël een stamvader. De zonen van Jacob zijn de 12 stamvaders van het volk Israël. En al die stammen hadden hun eigen vlag. Zo had Ruben op zijn vlag de afbeelding van een mens staan. Zo had Efraïm de afbeelding van een stier staan. En zo had Juda de afbeelding van een leeuw staan. En dan moet je weten dat Juda de stam is waar ook koning David uitkomt. En de stam is waar ook Jezus uitkomt. Dit is de stam waaruit een spruit zal groeien die koning wordt. Jezus. Dus ik dacht bij mezelf, ik maak vast een vlag voor als die straks koning is. En die vlag die plant ik nu alvast in mijn huis. Dan is dit huis alvast van koning Jezus, de leeuw van Juda. En dan zal het hier vast beginnen. Maar misschien heb je ook wel gezien dat op deze vlag ook een lam staat. Want die leeuw van Juda wordt ook wel eens lam van God genoemd. Weet je nog het Pesach-verhaal? Toen Jezus werd geofferd en stierf aan een kruis. Denk er maar eens goed over na. En als je daar nog wat vragen over hebt, misschien hebben papa en mama wel mooie antwoorden. Maar voorlopig is mijn huis alvast van koning Jezus. Plant ik hier die mooie vlag, kun je zien? Net niet, hè? Zo, daar is die. En dan zal hier het rijk van Jezus beginnen. Fijn. En hoe zou die koning dan zijn, die koning Jezus? Nou, dat staat ook in Jesaja. We lezen nog een stukje door. De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs en verstandig zijn. Hij zal sterk zijn en machtig en hij weet precies wat God van hem wil. Hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat hij zijn oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen en behandelt arme mensen goed. Die koning straft mensen streng voor hun fouten en met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen. Die koning is altijd rechtvaardig, eerlijk en trouw. Nou, dat zou maar een koning zijn, zeg. Ik heb nog nooit zo'n koning meegemaakt. Misschien af en toe in een sprookje, maar dit is wel heel bijzonder. En hoe zou zijn rijk eruit zien? Hoe zou het eruit zien als die koning regeert? Nou, ook dat staat in Jesaja. Dus ik lees nog voor de laatste keer een stukje verder. Luister maar goed. Er zal een tijd van vrede komen. Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw en een klein kind past al bij de dieren. Een koe en een beer lopen in één wei en een jongen en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang.
Niemand zal mij kwaad doen. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer, want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen. Zoals de zee overal gevuld is met water. Die nieuwe koning zal een voorbeeld zijn en iedereen zal bij hem komen. Alle volken. De stad waar hij woont zal schitterend zijn. Nou, 3 keer raden hoe die stad genoemd wordt. De hoofdstad van die koning waar hij woont. Wat denk je? Schreeuw het maar eventjes, dan hoor ik het misschien. Ja. 3 mensen hebben het goede antwoord gegeven. Het is inderdaad Jeruzalem. Ja, dat wordt de hoofdstad van deze vredeskoning. En Jeruzalem betekent eigenlijk al Jeruzalem, Jerusalem, ja, stad van vrede. Dus de hoofdstad van het Rijk van Vrede is Jeruzalem, stad van vrede. Nou, ik heb er helemaal zin in en ben er helemaal klaar voor. En je merkt hè, hier in dit huisje, in Zwolle Zuid, is de regering van Jezus een feit. Het is begonnen. Hier hebben wij het ontzettend goed naar ons zin. En, begin jij ook vast? Wat een mooi verhaal. Ja, de vrede is eigenlijk al begonnen. En de vrede kan al tot bloei komen in ons leven. En daarover gaat ook het gebed. Annegriet legt uit hoe je door voor iemand te bidden dat tot bloei kan komen. Ben je net zo nieuwsgierig als ik? Kijk dan maar mee. Hey, ik zie je, kijk eens. Zie je die bloem achter mij? Eigenlijk gaat het gebedsmoment vandaag ook door middel van bloemen. We gaan een mooie bloem knutselen en in het midden gaan we de naam schrijven voor wie we graag willen bidden. Dat kan een buurjongetje zijn, je nichtje, je mama, iemand anders die je gewoon heel goed kent en die wel gebed kan gebruiken. Denk maar eens de naam die jij daar neer zou willen zetten. De bloem kun je maken door bijvoorbeeld een bekertje om te trekken. Dan heb je de binnenkant van de bloem als een mooi strak rondje. Daar teken je blaadjes op. Omheen en die vouw je naar binnen. Daarna is het tijd om een bordje met water te vullen. Misschien moet mama even helpen of misschien mag jij dat wel zelf doen. En als je dan je bloemetje heel voorzichtig op de bovenkant van het water legt, niet onderduwen, want dan gaat het mis, dan gaat er iets heel moois gebeuren. Let maar op. Wij hebben het al geprobeerd. Mijn 2 assistentes gaan het zo aan je laten zien. Isa, jij maakt ook zo'n mooie bloem, hè? Ja. Heb je het mooie kleuren gegeven? Ja. Nou, we zijn erg benieuwd voor wie jij wil bidden en wie jij wil, nou ja, verrassen eigenlijk met jouw gebed. Leg jouw bloem maar in het water en dan zien we wat er gebeurt. Moest je nog even oefenen. Ik vond het een hele leuke manier om eens even te denken aan iemand waarvoor je wilde bidden. Misschien kun je het wel opnemen op een filmpje en dan appen naar diegene, zodat die het ook even ziet. Nou, veel plezier ermee en misschien ga je dit nog wel vaker doen. Wij in ieder geval wel. Doei! Als volgt. Door het gebed, door voor iemand te bidden, dat is al een klein beetje een begin van vrede. En dat kunnen we nog meer tot bloei brengen door aardige dingen over mensen te zeggen. Wat kan je nu doen? 2 dingen.
Je kunt een post-it velletje pakken, zo'n geel plakbriefje. En daar schrijf je iets aardigs op. En dat plak je op diegene. Of je geeft het aan diegene. Of je hangt het stiekem aan diegene op. Iets aardigs. Zodat die ander zich ook daarover goed voelt. En of je maakt een mooie dierentekening. En daar schrijf je bijvoorbeeld een beer. Want je vindt je vader heel erg sterk. Zo sterk als een beer. En dan schrijf je erbij. Papa, ik vind je zo sterk als een beer. Of misschien kan iemand wel heel hard rennen. En dan zeg je, dan teken je bijvoorbeeld een haas. En dan schrijf je erbij. Ik vind je dat je zo hard kan rennen als een haas. Je zegt dus iets positiefs over iemand door middel van een tekening. Maar hou je nou niet van tekenen, dan doe je gewoon zo'n mooi geel post-it briefje. En dat plak je dan op degene wat je van diegene vindt. Nou, veel plezier bij het maken van een briefje of een mooie tekening voor iemand. Want met jou begint al een stukje vrede op aarde. En dan zie ik jou weer bij de volgende. Ik zie je!